Hey, vind je het leuk om een beetje te fantaseren met mij? Weet je wat dat is, fantaseren? Dat is dat je in je hoofd verhalen maakt. En die verhalen kun je tekenen en die kun je schrijven. Als je later in groep 3 komt en je leert schrijven, dan kun je je verhalen die je bedacht hebt in je hoofd, kun je ook opschrijven. Maar je kunt dingen die je in je hoofd bedenkt, kun je ook zingen. Als je bijvoorbeeld zelf een liedje maakt en je maakt er een ritme bij, dan heb je muziek gemaakt. En voor al die dingen heb je fantasie nodig. En fantasie is heel belangrijk, want als je later bijvoorbeeld een uitvinder wil worden, dan heb je heel veel fantasie nodig om dingen te kunnen bedenken. En als je tekenaar of schilder wil worden, dan heb je ook fantasie nodig. En fantasie helpt je ook heel erg bij het oplossen van problemen. Als je namelijk heel goed dingen kan bedenken in je hoofd, dan kun je ook vaak oplossingen vinden voor problemen. Dat is heel belangrijk. En als ik nu tegen jou zeg, denk eens na, samen met mij, dat we gaan fantaseren over de omgekeerde wereld. Zie je dan al van alles in je hoofd, allerlei plaatjes komen? Ik wel. Weet je wat ik dan al zie? Als ik denk aan de omgekeerde wereld, dan denk ik aan dat ik fiets. En dat ik niet vooruit fiets, maar dan fiets ik. Ja, dan fiets ik achteruit. En als ik aan tafel zit en ik eet, dan eet ik mijn bord niet leeg, maar dan eet ik mijn bord vol, inderdaad. En als ik, even denken hoor, als ik op school zit, dan is het niet de juffrouw die de kinderen lesgeeft, maar dan zijn het de kinderen die de juffrouw lesgeeft. Of als je naar de dokter gaat, dan is het niet de dokter die jou beter maakt, maar dan ben jij het die de dokter beter maakt. Kun je hele grappige dingen mee bedenken. Ook enge dingen. Als ik bijvoorbeeld mijn brood eet in de omgekeerde wereld, dan is het niet ik die mijn brood opeet, maar dan zou het mijn brood zijn die mij opeet. Oeh, Getsie. Moet je toch niet aan denken eigenlijk, maar het is wel leuk, hè? Hey, en weet je wat ik vandaag met jullie wil doen? Ik wil een omgekeerde dierentuin maken met jullie. Een omgekeerd safaripark. Want wie gaat er altijd naar de dieren kijken in een safaripark? Dat zijn de mensen, hè? De mensen kijken naar de dieren. En nu in de omgekeerde wereld is dat andersom. Dan is het niet de mensen die naar de dieren komen kijken, maar dan zijn het de dieren die naar de mensen komen kijken. Inderdaad, dat heb je goed bedacht. En in safariparken, daar heb je vaak van die bruggen. En dan loop je over een brug, loop je over de dieren heen. En dan zie je de leeuwen en de tijgers zie je dan onder je, of de krokodillen. En dan loop jij veilig over de brug en dan kun jij naar de dieren kijken. En ik dacht dat het leuk is om het andersom te maken. Dan gaan we de mensen in de hokken zetten, daaronder. En dan gaan de dieren gaan over de brug eroverheen lopen. Vind je dat ook een goed idee? Doe je mee dan? Dan ga ik mijn spullen pakken. Goed? Tot zo. Even laten zien wat je nodig hebt voor dit spel. Je hebt bekertjes nodig. En dat kunnen ook gewone bekers zijn die je even uit de kast mag gebruiken. Of iets anders waarmee je hoogte kunt maken. Zodat je de brug van laag naar hoog kunt laten lopen bijvoorbeeld. Nou, je hebt toeschouwers nodig. Dus dat zijn bezoekers van de dierentuin. Dus de mensen die in de dierentuin komen om naar de dieren te kijken. Je hebt natuurlijk dieren nodig. En dan is het leuk als je dieren neemt die wat kleiner zijn en dieren die wat groter zijn. Dus van verschillende maat. Want we gaan er ook nog eens een rekenles van maken waar je moet gaan meten. Dat ga je leren in deze activiteit. Dat je gaat meten. Want de dieren moeten op de brug passen zonder dat ze ernaast vallen of eraf. Dat ga jij straks eens even allemaal uitzoeken hoe dat werkt. En dan heb je nog materiaal nodig waar je de brug mee kunt bouwen. En ik heb van deze ijsstokjes genomen. Ik heb een dunne maat en een bredere maat. Maar als je geen ijsstokjes hebt, dan kun je ook uit karton kun je stroken knippen. En die kun je er ook net zo goed voor gebruiken. Ja? Nou, zullen we beginnen? Dan ga ik eerst de brug bouwen en dan zet ik alle mensen eronder, hè, want die zitten dan in de hokken en de dieren gaan over de brug lopen om naar de mensen te kijken. Ja, ik laat het je zien. Let maar op. Nou, dan ga ik beginnen met de kleinste dieren die ik heb. En dan willen we natuurlijk wel een veilige brug bouwen voor de dieren die over de brug gaan. Want in de omgekeerde wereld wil je natuurlijk niet dat de dinosaurus die over de brug loopt in het hok met de mensen terechtkomt. Want stel je voor, dan zou die zomaar opgegeten kunnen worden door die meneer of door die mevrouw. Dat willen we niet, toch? Nou, dan gaan we dat even opmeten. Let op. Als ik nou deze dino neem,
dan ga ik met de kleinste dieren beginnen. En dan ga ik meten. Let op hoe ik dat doe. Kijk, ik pak deze dino. Zie je dat? Die heeft zijn pootjes dicht bij elkaar staan. Dan ga ik passen als ik deze nou op de brug zet. Kan die dan veilig naar de overkant zonder dat hij eraf valt? Nou, hij blijft staan, maar het is wel wankelig. Zie je dat? Want je wil natuurlijk niet in een omgekeerde wereld dat deze dino in het hok met al die mensen valt. Stel je voor, in een omgekeerde wereld wordt dan misschien die dino wel opgegeten door dit kindje met dat cadeautje. Dat willen we niet hebben, hè? Dus ik denk dat het veiliger is als we bij deze brug er nog een brugdeel bij opleggen. Kijk, nog een plankje erbij. En als je die dan tegen elkaar aanlegt, dan kan die veilig naar de overkant. En dan valt die niet in het hok. Zie je dat? En zo bouw je verder. Nou, dan probeer je of dat paardje er dan ook nog steeds veilig overheen kan. Ja, dat past ook. Dus dan kunnen we verder bouwen. Nou, pak ik nog een beker. Zet ik een stukje verderop. Pak ik weer twee plankjes. Leg ik erop. Nou, kan er nog een dier mee? De kip kan ook mee. Blijft die staan, die kip? Ja, is ook veilig. Ja, en zo ga je door. Kijk, zo ziet mijn omgekeerd safaripark er nu uit. Het is echt een omgekeerde dierentuin geworden. Zie je dat? Alle dieren lopen over de loopbruggen. En alle mensen staan onderin in de hokken. En die worden bekeken door alle dieren. Ga jij dat ook maar eens proberen? En nu heb ik het met de kleine dieren gedaan. En zometeen dan ga ik je laten zien hoe het met de grote dieren werkt. Want denk jij dat als ik een hele grote leeuw op zo'n dun bruggetje zou zetten, denk je dat die brug dat zou kunnen houden? Is die brug sterk genoeg? Of denk je dat we dan ons bouwwerk aan moeten passen? Dan moeten we een ander plan maken voor de dierentuin. Hè? Dan moeten we andere bruggen bouwen. Stevigere en bredere bruggen. Denk je niet? Zullen we eens kijken hoe dat werkt? Kijk, en nu wordt het ingewikkeld, want stel dat je deze giraf ook naar de dierentuin wil laten gaan. Dan moet die giraf met zijn benen, die behoorlijk uit elkaar staan, moet het toch ook over de brug heen kunnen lopen, zonder dat hij eraf valt. Maar als je dan die kleine stokjes neemt, gaat dat passen, denk je? Denk je dat die benen op die stokjes passen? We gaan het even proberen. Ik leg de stokjes neer, ik zet mijn giraf erop. Nee, zie je? Hoe ik hem ook draai, dat past niet. Nou heb ik dus mijn fantasie nodig, want we hebben een probleem. De giraf past niet op de brug. Dus dan gaan we denken. Ik denk dat ik bredere stokjes nodig heb, want deze zijn te smal. Ik heb twee groene stokjes en die zijn wat breder. Ga ik het weer proberen? Nee, het past nog niet. Hoe moeten we dat nou oplossen? Wat zeg je? Nog meer stokjes? Dat kan. We kunnen er nog meer stokjes bij leggen. Past het dan? Nog niet helemaal. Hey. Weet je wat ik denk? Misschien kunnen we het stokje schuin leggen. Even proberen. Past het nu? Ja, het past. Of het heel veilig is, ik weet het niet, maar het werkt wel. En ga jij nou eens even een dierentuin bouwen voor de grote dieren en de zware dieren. En dan gaan we kijken hoe dat er daarna uitziet. Ga ik het ook proberen? Ja, zie ik je zo. Doe je best. Nou, mijn dierentuin voor de grote dieren is klaar. Zie je het verschil? Zie je wat er anders is? Kijk eens naar het aantal bekers wat ik heb gebruikt. Zie je dat er veel meer zijn? En dat ik ze in rijen van twee naast elkaar heb gezet? En dat ik ook veel meer stokjes nodig heb gehad deze keer? En dat ik ze schuin moest leggen. Kijk, hier liggen ze schuin. En bij de giraf liggen ze zelfs in een kruis. Want alle poten moeten op een plankje kunnen staan. Anders vallen ze erin, hè? Nou, ik ben benieuwd hoe die van jou eruit ziet. En als je het leuk vindt, dan mag je me best een keer een foto sturen. Dan kan ik zien hoe jouw omgekeerde dierentuin eruit ziet. Ik ben heel nieuwsgierig. Vond je het leuk? Ik ook. Hé, dan zie ik je snel weer terug. Dag!